De gemeente Tilburg is in april begonnen met het herinrichten van de Molenbochstraat in Tilburg. De tweede fase vanaf de kruising van de Kruisstraat is inmiddels begonnen. De bomen zijn gerooid en de bestrating wordt vernieuwd. Ook het hoofdriool en de rioolhuisaansluitingen worden deels vervangen. De 61 nieuwe bomen en de extra beplanting volgen in het najaar. De straat is ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. De gemeente stelt een omleidingsroute in. De werkzaamheden zullen afhankelijk van het weer duren tot half juli.